ze laat het nu zien. Ze zei van, dat is voor pokeball. Oké, nou lekker. Twee kleine schaaltjes. Nou, dat is dus niet voor pokeball. Dit zijn meer vingerbakjes, weet je wel. Of sausje. Klein beetje saus, dipsaus of chipjes, ja. Ja, herbruikbaar. Schrob de ramen. Hek 1, 2, 3 rollen. Als ik één rol overhoud, dan mag ik hem terugbrengen als ik de kassabon heb. En hele, hele goede middag, ja. 12:12. Maar in ieder geval een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Ja, en jullie weten het al, ik had gisteren al gemeld. Ik zou me vandaag weer in de feestkleding halen en optuigen. Behalve geen glitter in mijn haar, dat vind ik nou niet meer nodig. Maar morgen heb ik dit ook aan, want morgen moeten we naar mijn broer en mijn schoonzus. Dus dan heb ik dit ook aan. Even nieuwjaarwensen nog. Dat kan allemaal deze maand. Dus ja, waarom ook niet. En vandaag komt mijn begeleidster. Karin. Met een K. Kan er niks aan doen. Ze heet precies als mijn dochter. Ik heb mijn dochter schrijft met een C. Dat is het verschil. Ja, ligt eraan wat je geboortenamen zijn, hè. Maar in ieder geval, die kunnen elk moment ook komen. Het cadeautje ligt al klaar onder de kerstboom. Wel wat laat, maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ze kon niet eerder. Maar ik hoop dat op een gezellig uurtje even. En daarna gaat sowieso mijn broek weer uit. En dan doe ik een andere broek weer aan. En bovenkleed ik gewoon wel, ja. Het is niet vuil, niks. En anders, ja, doe ik het wel gewoon even wat anders aan. Ik hoop dat het eens een keer vanmiddag droog blijft. Zo ja, dan gaan we weg. Zo niet, dan duik ik mijn bed ook weer in. Ja, waarom? Ik heb amper een oog dicht gedaan. Ja, ken je dat? Alweer twee nachten, hè? Het gaat twee weken goed en voilà, het begint weer. Hoe dan, denk je? Ja, niks aan te doen. Maar in ieder geval, we hebben hier de mobiel weer. Nou, om 14:40 is het nog steeds droog, zegt hij hier, want dat zal ik jullie laten zien. Helemaal droog. En dan gaan we naar de ander. Ja, ook helemaal droog, geen piekje te zien. Dus ja, helemaal goed toch? Ja, en de lucht is daar scherp, de ginds. Dus, maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, ik krijg dus bezoek, zoals jullie al weten. Ik mag dan niet filmen. Nee, dat heet wanneer je begeleiding hebt, hè. En begeleiding, waarom heb jij begeleiding? Ik hoor jullie denken. Nou ja, er zijn punten waar ik tegen vastloop. Omdat ik ooit ook zwaar mishandeld ben geweest en daar beschadigd is. Kan ik zelf niet alles doen wat een ander misschien wel kan. Maar ja, we zijn ook niet de enige op de wereld die begeleiding nodig hebben bij sommige dingen. En daar hoef je ook niet voor te schamen, want het is helemaal niet nodig. De mensen schamen zich ervoor. Waarom? Kom op. Is niet nodig. Helemaal niet nodig dat mensen zich schaamt omdat ze begeleiding moeten hebben voor wat dan ook. Ik heb het al jaren, ook vanwege dat ik zwaar rugpatiënt ben. Dus ja, ik ben daarmee geboren. En omdat ik daarmee geboren ben, kan ik niet alles zelf. En dan kun je wel zeggen, ja, maar je vroeger dan je man. Ja, oké, mijn man, Karen de vader, ja. Maar die werkte buitenshuis en toen deed ik het zelf ook nog. Want als je jong bent, ken je nog alles. Maar hoe ouder je wordt, gaat dat aftakelen. Kan je niks aan doen. Maar oké, maakt allemaal verder niet uit. Gewoon pret houden en doorgaan met die banaan. En ik zeg gewoon,
Heb een mooie dag. Heb een fijne dag, wou ik zeggen. Geen vrije, maar heb een fijne dag. Geniet ervan. Doe je ding wat jij wilt doen. En geniet een klein beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Gewoon weer in mijn oude plonje. Ja, ik heb me weer even omgekleed. Dit is ook wat warmer. En morgen moet ik het weer aan kennen. Dus wel even nog weer luchten. Het is niet vuil, maar ja. Ik ken wel even luchten zo. Het is nog steeds droog. Dus ik ga de meisjes uitlaten. En als het dan nog droog is, dan gaan we pieren waaien. Oftewel de hardtop en even naar de andere kant van Den Helder. Want ik wil toch andere folie hebben voor op mijn ramen. Want ja, als ik dinsdag mijn andere kerstbezoek heb gehad, dan gaat toch echt wel de spullen weg. Ja. Mary, je moet opschieten, want ik heb ook voor jou nog een kerstcadeau. En je bent beter in dat je naar anderen toe gaat, moet jij weten. Als een ander belangrijker is dan ja, je vriendinnen, dan moet jij het weten hoor. Maar ik heb wel een cadeau voor je. Het is maar even dat je het weet. Ja, dus ik zal je vandaag nog proberen te bereiken. En dan zal ik het je zeggen van hallo, die boom die gaat bijna weg. Ik wil opruimen, want ja, die gaat andere week gewoon weg. Ja, .nl. Dus ja, wil ze het nog hebben, dan moet ze maar komen. Zo simpel is dat. Ik geloof dat ik trouwens nog 2 cadeaus heb leggen. Ja, eigenlijk 3, maar die ene tel ik even niet mee. Dat gaan we zo even kijken. Ja, dus ja, ik laat jullie even staan. Ik ga even kijken. Ik moet in die kast uit. Even koeken horen. Ja, en deze hebben we zo meteen ook nodig. Dus die kan ik hier ook al weghalen. Die gaat die kant op. Rollator. Licht even aan. Ja, zie je wel, ik heb nog 2 cadeaus. En ik weet zelf niet eens meer voor wie. Oh ja, Chrissy. Ik moet Chrissy ook nog zien te bereiken. Ja. Chrissy en Mary. Dus eigenlijk nog 3 cadeaus. Ja, nee, 4. Maar ja, want die andere 2, dat is zo dun. Ja. Moet Chrissy ook nog even bereiken. Nou, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, zeker te weten komt dat allemaal goed. We houden gewoon vol goede moed. En we zien er gewoon wel waar het schip strandt. Die stok hou ik in mijn hand, want ik moet eerst naar de wc. En dan ga ik mijn eigen klaarmaken. De rollator staat achter me. Jas aan, et cetera. De meisjes in tuig. En dan gaan we lopen. Want die moeten er nodig uit. Ja, echt wel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje mee. Ja. En deze staat op 79. Oei, 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 oei. Nou ja, misschien wel hoe het ruilt en zeilt. Ja, ik doe hem even aan de oplader. Laten we dat eerst even doen. Hè? Even aan de oplader. Eventjes. Dat is mijn oplader. Een snelle lader. En die gaat in het stopcontactje. Moet wel het stopcontactje zien te vinden. De gaatjes ervan. Ja, daar was die. En even die in zijn kont. Zeg ik altijd. Even in zijn kont. Zo licht uit. Dan gaat het opladen sneller. Dan ga ik naar de wc en maak ik klaar. Dus ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. En tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn net weer thuis. Maar ik moest zo nodig naar de wc. Maar ik heb ook gelijk een bak koffie gemaakt. En er staat wat voor mijn neus op tafel. En ik weet niet eens niet meer of ik jullie dat van de week heb laten zien. Daar kwam Mario mee aan. En dat was dus gisteren. Maar of ik het jullie heb laten zien, Joost mag het weten. Ik weet het echt niet meer. Dus laat het nu zien. Ze zei van dat is voor Pokeball. Oké, nou lekker. 2 kleine schaaltjes. Nou, dat is dus niet voor Pokeball. Dit zijn meer vingerbakjes, weet je wel. Of sausje. Klein beetje saus. Dipsaus of chipjes. Ja. Dan heb ik 3 identieke schaaltjes. Enkel 2 verschillende motiefjes.
Dat is deze. Daar zou je pokebol in kunnen maken. En dan, nee, drie soorten. Deze. Nou ja, jullie zien dat het is weer anders dan dat. En dan heb ik er nog één. En dat is weer anders. Maar hij is wel even groot en even diep. Dus ja. Maakt niks uit. Nee, maakt niks uit. Ja, en dat ben er drie. Van hetzelfde formaat. En heb weer twee van hetzelfde formaat. Maar die zijn groter. En twee verschillende motiefjes. Dat is deze weer. Ja. En deze. Ook dezelfde formaat dan deze. En dus ja, dat dus. En hij lijkt... Ja, even zien hoor. Hij is ook even hoog, ja. Dus ja. Ze zei van Pokéball. Nou, ik had er een foto van gemaakt. Voor Karin. Ze zegt, maak er eens een foto van. Dus ik maak er een foto van. En die stuur ik door naar Karin. Nee, zegt ze, dat zijn geen Pokéball schaaltjes. Heb ik bij de Action gevraagd. Want daar ben ik geweest vanmiddag. Onder andere. En die kwam toch ook met zo'n soort schaaltje aan. Dus ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, ik heb boodschappen gedaan. Ik ben net bij de FOMA geweest, maar ik ben ook ergens anders geweest. En dat pak ik weer het laatste, want ja, van de FOMA leg ik nou bovenop, hè. Dus ja, ik heb weer wat lekkers gehaald. Dat kon natuurlijk weer niet laten. En dit is ook een hele tijd geleden, deze dingen. Parijse soezen. Nou, lekker. Dat is eeuwen geleden. Toen leefde mijn man nog. Nou ja, dat is lang geleden. Bijna 7 jaar. Andere maand was het 7 jaar. Nou, die dus. Kennen jullie ook. Knabbeltjes. Kennen jullie ook. Hop. Het zal. Nou ja, het is lekker, maar het is ook tevens voor mijn maag. Ja, als ik daar wat van eet, het hoeft er maar eentje te zijn, zo'n halve. Die breek ik dan nog eens een keer door het midden. En dat eet ik dan op die twee stukjes en dan ben ik er alweer vanaf van mijn last van mijn maag. Dus ja, wat wil je nog meer? Ja, toch? Dat zal meteen in de vries gelijk doen. Patat. Ja, dat lussen we wel. Patat. Maar dan moet er wel een ruimte voor zien te creëren. Knoppen, niet en dat. Nee, dan gaat die weer open. Oh, 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 oh. Dan gaat die wel in. Zo. Dan kan jij hier bovenop. Dat zit er allemaal in. Kom dicht. Mooi. Dan hebben wij hier een pizza. Nou ja, die gaan we morgenavond burgemeester maken. En die doe ik dan niet in de oven, doe ik in de koelkast. In de oven. Niet in de vrieskast, maar in de koelkast. Dan heb je ook niet zo lang werk nodig om af te bakken. Ja. En hij was goedkoper. Dan de normale pizza's die ik normaal heb. En die zijn al gekomen. Maar het scheelt nog een paar dubbeltjes. Ja, ken je dat? Echt bizar. Hup, over die flessen heen half. Zo. Nog een tik. Ja. Dan heb ik een fles ginger ale. Maar dat is voor dinsdag. Ja. Wat doet dat flesje daar nog weer? Kan hier wel tussen. Hoppata. Valt er ook niks om. En... Nou ja, ik heb voor mijn poezenbeestje een blikje natvoer. En ik heb iets nieuws.
Dat komt bij, nee, die bestaat niet meer. Actionweg. Ik weet niet of jullie dat kunnen. Van mijn poesenbeestje dus ook. Ja. Dus dat gaan we uitproberen. Maar hij heeft nou eten gehad, dus het hoeft nou niet. Nee. Nieuwe afwaskontjes voor als ik met de hand wat af moet wassen, kopjes, bestek even tussendoor. Dus ja, daar ben ik ook weer blij mee dat ik dat er weer bij heb. Kom daar weer in. Een nieuw afwaskwastje, want ja, hoe heet het? Mario die had gisteren ergens ingestaan met haar schoenen buiten de deur. En toen wist ze niet hoe ze dat schoon moest maken. Ik zei, wat denk je? Dat weet ik niet. Ik zei, dan hang ik daar een boendertje. Ik zei, pak je die. Ik ken die daar die tijd weggegooid worden. Dan ken ik weer een nieuwe aan. Ja, toch? Ja. Dat knippen we er even af, dat touwtje. Even eraf knippen, dat touwtje. Zo. En dan kan die weer opgehangen worden. Zo simpel. Dat doe ik niet moeilijk over. Die patiënten. En die moest toch vervangen worden. En die andere die was al versleten. Die was al zo oud. Daar heb mijn man nog mee staan af te wassen. Want die kon niet met sponsjes afwassen. Maar ik weer wel. Dus. Maakt niet uit. Ik heb lekkere pikkelilie. Lekker voorbij de rijst. Yummy. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Heerlijk. Er staat geen kikkertje of wat dan ook op. Dus helemaal goed. Het is zoet zuur. Lekker. Ja, zo een tijd geleden dat ik dat gehad heb. Dus helemaal goed. Nou, ik heb eindelijk enveloppen gekocht. Geen enveloppen meer. Nou we doen ze wel. Ik heb twee pakken laminering vellen. Hoe noem je dat? Lamineren. Ja. Voor de lamineerapparaat. Weet jullie wel? Ja. Helemaal goed. Ja. Dankzij een mevrouw. Want die had het al zien leggen. En ik had het nog niet zien leggen. Dus ja. Ik zal het even daar nu leggen, want het moet drogen, want het is nacht. Het heeft wat geregend. Dus ja, dat kan gebeuren. Hup. Zo. Daar even. Dan nu achteruit. Mijn zonnebril moet er even uit, want die heb ik ook niet nodig nu. Dan heb ik nog weer een nieuwe chacoxinolichtjes gehaald. Er zitten er dit keer 100 in. En de branduren, dat is ook even plus minus 4 uur. Nou, als je nou die andere zak neemt. Deze. En de hulsjes zijn net zo klein. Deze is 3,5 uur, ja. Er staat niet een plusje en een minnetje bij de andere wel. En er zitten er 50 in. Dus ja, ik heb er nou 100. En dat is plus minus 4 uur branduren. En dit is 3,5 uur branduur. En deze is plus minus. Dus het kan er even overheen zitten of er even onder. Maar je hebt meer hier al wel dan aan dit. Maar ja, dit moet ook op, hè. Ja, en daar zijn we nou eerst mee bezig. Dus dan komt het allemaal wel goed. Deze gaat de kast in, want ik heb nou hier geen ruimte voor. Dus dat komt allemaal wel goed. En wat hebben we nog meer? Nou ja, dit behoort al bij een cadeautje voor Mario. Die geloof ik morgen over een week jarig is. Ik moet nog hijsen. Oh, zo lastig. Het is een candle. Oftewel een kaars. Van appel.
denk Linda Mon. Ik zou het niet weten. Limoen, appel, kaneel. Ik zie in ieder geval op het fotootje appels leggen. Zo'n rode, zo'n groene. En volgens mij kaneelstokjes. En dus. En dan een waarschuwing op de achterkant. Maar kijk. Nou, als die opgebrand is, heeft ze gelijk een voorraadpotje. Daar zit een rubber uit. Tenminste, rubber. Het is tegenwoordig van plastic, geloof ik. Maar, hij ruikt heerlijk. Ik word er zo wat verliefd op. Zo lekker ruikt hij. Nou ja, die krijgt ze sowieso cadeau. Dat is maar een kleinigheidje. Ik denk dat ik er een envelop met geld erbij doe. Ja, komt helemaal goed. Maar ik ben er nog niet. Nee, ik heb veel geld uitgegeven. Voor 3 rolletjes. Maar dit is herbruikbaar, geloof ik, dat erop stond. Even zien hoor. Even koekeloeren. Ja, herbruikbaar. Schrop de ramen. Hek 1, 2, 3 rollen. Als ik 1 rol overhoud, dan mag ik hem terugbrengen als ik de kassabon heb. Nou, wil je wel weten dat ik momenteel niet weet dat ik een kassabon heb? Het maakt niet uit. Het is natuurlijk weer een bloemetje. Ik kom wel goedkoper dan dit, maar dat was mozaïek en daar hou ik niet van. Nee, ik hou niet van mozaïek gebeuren. Dus ik moet weer een bloemetje worden. Ja, dus ik ben er wel weer blij mee. Dit kan eraf en erop en eraf en erop. Ik kan ook die ene rol bewaren, dat mocht er een dingetje kapot gaan, dat ik dan weer gewoon zelf nieuw erop kan doen. Jan, dat heb je. Hoef je niet naar de winkel. Ja, toch? Nou, deze, die gaan ook zoals vast even gewoon de kast in. En dan kennen we na, als de kerstboom weg kan, want die kan dus nog niet weg, zoals jullie weten. Maar als hij weg kan, ja, dan ga ik ook natuurlijk tegen de ramen op. Ja, komt helemaal goed. Ik ben blij ermee. Ja, echt wel. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie avond. Maar geniet ook weer een beetje met mij mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Hoe lief leggen ze dat toch weer, hè? Zo enorm lief. Ja. Die ligt helemaal lekker lang uit. Die zijn helemaal in een rolletje. Och, ze zijn zo bijzonder lief. Hé, mijn meisjes, hè? Ja, mijn meisjes. En hier ook nog zo'n hopie-dopie, hè? Hé, Rijka. Ja. Wat denk je nou? Laat me met rust. Ja, laat me met rust. Ja, kind. Ja. En jij ook eens, schat. Ja. En ik ben met koffie bezig, ook dat. Moet ook, hè. Ja. Je moet wel eventjes, wat te drinken hebben, zeg maar. De waterkoker. Ja, daar was die. Voilà. En een bakje koffie. En ik ben met een vlog bezig. Ik moet trouwens nog beginnen, maar ik heb net eventjes voorbereidingen getroffen. Maar dat ging allemaal een beetje langzamer dan ik gehoopt had, omdat ik helaas weer eens een keer moe ben. Ja, dat komt omdat ik nou weer 2 nachten niet heb geslapen. Ik heb dik 14 dagen, 3 weken ongeveer, heb ik aardig goed kunnen slapen. En nou weer 2 nachten achter elkaar weer niet. Nou, ik hoop dat ik vandaag wel goed kan slapen. Zo dan. Goeie genade. Ja.
Maar ik ga toch door, want het moet wel gedaan worden, want morgenmiddag moet ik weg. Dus kom ik er niet aan toe. Misschien morgenavond wel, maar morgenmiddag niet. Dus, en dan hoor ik eentje meeuw, meeuw. En zeggen, die zit achter die deur. Hey kerel, je laat je lekkere dingetjes liggen, zie ik. Waarom laat je dat liggen? Weet ik ook niet. Ja? Oh ja? Oh, is dat zo? Kom maar. Ja, kom maar. Oh, het kan best wezen dat hij het niet lust hoor, maar... Het is voor mij ook iets nieuws dat ik voor hem gekocht heb. Ja, kom dan. Handdoek ligt al op schoot, kom maar. Nou, kom. Goed zo. Zeg maar hallo. Hallo, lieve vrienden. Oh, spinnenkoepie. Hij is een spin. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben. Nou, ik ben bewust even heel stil geweest om, in de hoop dat jullie hem horen. Hé, kereltje. Hij is zo lief, hè? Ja. Dus ja, ik ga lekker verder aan het werk, wat televisie kijken. En we hopen dat ik op tijd klaar ben. Ja, want ik ben best wel moe. En de meisjes moeten ook nog naar buiten weer toe. Ja. En dus... Ze moeten ook wel van tijd tot tijd eventjes de straat op, zeg maar. Hé? Ja, en ik zal eerst kijken of jij het nou lust, ja of de nee. Ja, wat je hebt gekregen, het zijn stukjes gedroogd vis of zo. Ik weet het niet. Hé, kerel? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot later. Zo, lieve vrienden, ja. Daar zijn we weer. De tijd is weer aangebroken om naar boven toe te lopen. Meisjes zijn al uit geweest. Ik heb mijn werk klaar. Dus dan gaan we maar. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen wel weer gezond uit je bed zien te komen. Mijn watertje die staat op voor mijn kruik. Want ja, jullie weten dat. Anders ga ik mezelf schoppen hè, met koude voeten. En dan val ik helemaal niet in slaap. En dat moet dus wel. Ook ik heb mijn slaap nodig. Net zoals jullie. En ja, ook weten jullie allemaal dat God over ons de wacht houdt. En daar ben ik alleen nog maar blij om. Dus ja, ik zeg gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Dan zien jullie mij wel weer terug. En dan zijn we ook weer blij. Dus zeggen, tot later. Doei.